ik denk dat het maken van iets bijzonders, het maken van iets moois, je alles geven wat je hebt om iets zo bijzonder mogelijk te maken, dat al een taak op zichzelf is. En daar probeer ik vernieuwend in te zijn en grenzen op te zoeken, risico's te nemen. Ja, hoe het precies in zijn werk gaat, dat is toch moeilijk. Ja, het ontstaat in mijn hoofd. Zoals je zo dat kinderspelletje hebt waar je een rondje in een rond gat moet stoppen en een driehoekig ding in een driehoekig gat. Soms zit je enorm te pielen van, hè, hoe moet hij nou? Je keert hem nog een keertje om en je probeert het nog eens een keertje. En in één keer floept hij er in één keer in en dan klopt alles. En dan denk je, ja, dit was de opdracht, dit is het perfecte antwoord op die opdracht. Nou, dat is heel leuk. En soms valt hij er in één keer in en soms zit je weken te zoeken en eromheen te draaien en weet ik veel. Als ik geen opdracht heb, is dat in ene zin, enerzijds is dat makkelijker, anderzijds is het veel abstracter. Je hebt geen ja, je weet het eigenlijk niet. Ik zit dan ook maar wat. Ja, ik doe maar wat. Ik probeer maar wat. En ik heb het idee dat er toe doet. Of dat het relevant is wat ik aan het maken ben. Maar niemand die me dat kan bevestigen of zoiets. Want dat moet nog maar blijken als ik het dan een keer aan iemand laat. Of aan het grote publiek laat zien. We hebben de werkplaats bij Den Bosch in de buurt en daar wordt eigenlijk bijna alles wat ik verzin wordt daar gemaakt. Mijn manier van werken leent zich niet zo goed voor de computer, omdat om een of andere reden heb ik nogal een hang naar een beetje kriebelige lijntjes en alles net even niet helemaal recht. Dus computers zijn er niet op ingericht en machines ook niet. Dus dat is vaak een hele puzzel om dat in elkaar te maken en dan is het uiteindelijk meestal handiger om het gewoon toch maar gewoon met de hand te maken en die hele computer maar buiten de deur te houden. Dat is geen principezaak of zoiets. Als ik dat soms zie bij andere ontwerpers, die maken een heel dingetje in de computer, daar staat het hele ding al. Nou, dat hoeft maar zo even naar de fabriek en dan zijn ze klaar. Ja, veel prettiger en makkelijker natuurlijk, maar ja, het levert in mijn optiek een beetje saaie producten op meestal. Of in ieder geval producten waar ik me niet helemaal in kan vinden. Ja, het komt er natuurlijk altijd op neer dat ik het gewoon een veel fijner ding vindt en dat het veel beter tot uitdrukking komt als dat handmatige erin zit. Ja, dat kunnen computers gewoon niet. Wat een industrieel vormgever wil, die is geobsedeerd door bepaalde details of hoe je iets industrieel kan oplossen, een slim materiaal gebruik. Nou ja, dat is een hele wereld in zichzelf. Maar ik mis dat gen. Ik heb op die manier heb ik nog nooit naar een tafel gekeken. Ik kik daar niet op of zoiets. Ooit heb ik ook wel theatervormgeving willen doen. In zekere zin zijn mijn objecten, die beschouw ik bijna als theaterdecors. Alleen dan in het echte leven, zeg maar. Dus ik kijk er ook meer naar het beeld, naar het plaatje dat het uitdrukt, dan of het industrieel vervaardigbaar is, zoals een industrieel vormgever zou kijken. Als ik iets herhaal of zoiets, dan krijg ik de energie er niet meer uit. En dan, dat kan ik niet. Dat is enorm inefficiënt, want elke keer begin ik weer met iets totaal nieuws. En vaak ook nog eens een keertje met een nieuw materiaal of een nieuwe techniek. Een nieuwe locatie ook. Deels is dat een handicap en anderzijds is het natuurlijk vooral de lol. Ik vind het superleuk om mee bezig te zijn. Ja, de Dutch Design Week kwam wel veel bij elkaar van hoe ik bewust of onbewust al wel jaren naar mijn eigen werk heb gekeken. Er kwamen zoveel disciplines bij en ik vond het heel fijn om dat tot een geheel te maken en omdat ik heel erg geloof dat kan werken. En dat viel het meest op zijn plek tijdens de Design Week. Ja. Ja, sinds ik een aantal dingen heb gemaakt die met tijd te maken hebben, worden de meeste filosofische vragen op me afgevuurd die ook met tijd te maken hebben. dat vind ik soms wel een beetje lastig, want in woorden kan ik niet heel goed uitdrukken wat ik heb met het thema tijd. Ja, het tijd aan zich is een soort van abstract. Ja, het is er, zoiets als de lucht of zoiets. Het is om je heen en het gaat door. En op een of andere manier hebben wij mensen de behoefte om dat te vast te pakken en in uren en minuten onder te verdelen.
Nou ja, het Groningen Museum heeft eigenlijk vanaf het begin af aan mijn werk in de collectie ook opgenomen. En het restaurant is er natuurlijk ook een onderdeel van. Dus het is ook logisch dat ook de eerste grote expositie dan ook daar plaatsvindt. Daarmee doet het ook recht aan dat het echt vanaf het begin, ja, 15 jaar geleden ongeveer, tot nu zichtbaar is. En dat al het werk daar is gerepresenteerd. Ja, als er een museum is die het recht heeft om dat te claimen, dan is het Groninger Museum wel. Ja. Normaal gesproken is een overzichtstentoonstelling ook een soort conclusie of zoiets, maar dat, zo voelt het voor mij helemaal niet. Het is, ja, ik ga gestaag door met waar ik mee bezig ben en dit is de tussenstand. Heel anders eigenlijk dan de tentoonstellingen zoals ik ze normaal gesproken maak. Het is ook even zoeken naar van, hey, hoe verhoudt zich dat tot mijn werk? Ik denk dat de kracht van mijn werk is dat ik de tendens van de tijd, dat ik daarop reageer en dat ik dat aanvoel en daarop een relevant antwoord heb. Dus daarvoor is nodig dat ik op het moment zelf bekijk wat zich aandient. En niet dat ik me als een gek achter een doel aan zit te jagen, terwijl er zich eigenlijk iets anders voordoet. Iedereen die zo'n tentoonstelling ziet en daardoor geïnspireerd weer naar buiten gaat, van kinderen die totaal geen verstand hebben van kunst of design, tot kunsthistorici, tot studenten die op de designacademie zitten of waar dan ook. Dat is dan ontstaan door die veelheid van factoren die bij elkaar komen. En ik denk dat een manier is om mooie dingen over het voetlicht te brengen en alles te geven wat ik in me heb.